Welkom bij de Magische Momenten podcast. Mijn naam is Dolly Heuveling van Beek en vandaag heb ik een meditatie voor je die een fantastisch gevoel in je lichaam kan veroorzaken. En vooral een meditatie die transformatie mogelijk maakt in de energie die je voelt en uitstraalt. We gaan namelijk kijken naar verlangen en dat toelaten in ons lichaam. Maar we gaan kijken naar een heel specifiek soort verlangen. Namelijk het verlangen waar je wat lading of weerstand bij voelt. Omdat je ergens vindt dat het misschien niet echt een goed of netjes of ja, goedgekeurd verlangen is. En het interessante daaraan is dat als je dat soort verlangens juist groter maakt en vooral toelaat in je lichaam, dat je dan gaat zien dat je daarmee beperkende overtuigingen en blokkades in je energie kan doorbreken. Of misschien beter gezegd kan laten wegsmelten. Het is niet een hard proces, het is een vloeiend, organisch, natuurlijk, intuïtief proces dat we in deze meditatie gaan ondersteunen en waarmee we gaan experimenteren. Nou, ik hoop natuurlijk dat je zin hebt om hier aan mee te doen. Dus zoek een fijne positie op. Je kan deze meditatie zittend of liggend doen. En als je dan zit of ligt, dan mag je lekker je ogen sluiten en even de buitenwereld weer helemaal buiten sluiten. En je aandacht richten naar jezelf en je lichaam. Dan kom je helemaal aan in dit moment. Voel maar hoe er direct al wat meer ontspanning optreedt in je lichaam. Voel maar hoe er direct meer ruimte komt in jezelf en meer verbinding optreedt met je gevoelens in je lichaam. Scan rustig met je aandacht door je lichaam en zie wat je daar tegenkomt aan gevoelens. Misschien spanning, energie. Adem lekker door en zet niks vast. En ik wil je uitnodigen om je aandacht te brengen naar de gevoelens in je lichaam die prettig aanvoelen. Want soms zijn we geneigd om meer aandacht te besteden aan de spanning en de stress, omdat we het gevoel hebben dat we dat moeten fixen. Maar voor nu wil ik je vragen om juist te voelen waar je rust ervaart, waar energie lekker doorstroomt. Misschien waar je genot ervaart. En meteen al interessant om te voelen wat die aandacht voor die positieve, fijne gevoelens in je lichaam. Wat dat weer doet voor eventuele spanning en stress die je misschien ook waarneemt. Adem lekker diep in en uit. Adem lekker door, zet niks vast. En dan wil ik je vragen om te zien welk verlangen zich aan jou wil laten zien in dit moment. Dus kijk maar, wat is iets waar je naar verlangt? En ik wil je vragen om een verlangen te nemen dat helemaal voor jezelf is. Wat
echt voor jezelf voelt. Dus misschien zelfs wel, voelt het misschien een beetje egoïstisch of misschien zelfs een beetje slecht om daar nu in een meditatie aandacht aan te besteden. Zo'n soort verlangen. Dus het kan bijvoorbeeld gaan over geld of over aandacht, aanzien, status, bewonderd worden. Echt iets waar een beetje lading op zit misschien, maar waar je wel van denkt van, wel lekker. Dus neem even een moment om zo'n verlangen te kiezen voor jezelf. En als je dan iets hebt, een verlangen, dan wil ik je vragen om daarbij te zijn en dat wat groter te maken. En wat belangrijk hierbij is, is om je meteen te laten weten dat dit niet een verlangen hoeft te zijn dat je daadwerkelijk wil vervullen. Het mag ook iets zijn waar je wel verlangen naar voelt, dus wat je wel lekker lijkt, maar wat je misschien niet echt zou willen vervullen. Dus misschien denk je dat 1 miljoen heerlijk zou zijn en voel je dat ook wel, maar je weet niet of je dat wel echt zou willen. Of op een podium staan en 1000 mensen kijken vol bewondering naar je. Dat hoef je niet per se na te streven, maar je geeft dat wel nu de ruimte als je dat zo voelt. Dus kijk welk verlangen daar voor jou goed bij past. Het gaat puur om het proces en om het experiment wat we daarmee gaan doen. En als je het dan hebt, die aanbidding of dat geld of de kleding of de eindeloze rust, dat je eigenlijk niks meer hoeft te doen, dus zoiets lekkers, dan wil ik je vragen om dat verlangen groter te maken en echt in kleur en geur voor je te zien en een beetje te beleven, misschien te visualiseren. Dat het wordt ingevuld, dat je dat krijgt waar je je verlangen nu naar voelt. En kijk of je echt die beleving in kan ademen. En het groter kan maken, zelfs iets groter kan maken dan misschien comfortabel voelt. Dat je een beetje over de top gaat met dit verlangen. Belangrijk dat je het echt voelt in je lichaam. Alsof je het echt beleeft. En dit is ook echt een kwestie van toestaan en van toelaten. Je hoeft het ook helemaal niet serieus te maken. Je mag er een beetje om lachen of een beetje ongemakkelijk bij worden, maar het zien als een experiment. Wat gebeurt er in je lichaam? Hoe voelt het en kun je het nog verder toelaten? Kijk of je het je lichaam in kan laten komen, alsof het je lichaam inkomt. Het geld of de aandacht of het genot of wat het maar is, de rust, de levendigheid. Als je het echt gaat voelen, binnen laat komen. Kijk of je het kan ontvangen. Meer, 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 dieper, dieper, dieper.
Misschien voel je wel dat je lichaam een beetje wil bewegen. Het kan omdat het verlangen groot wordt en je voelt het in je lichaam. En dan kan het heel fijn zijn om een beetje te bewegen. En ik wil je vragen om gewoon die beweging een beetje te laten ontstaan. Dus als je het niet voelt, dan laat je dat. Maar als je denkt, oh, het is wel lekker, voelt wel goed, dan beweeg je een beetje je lichaam. Misschien trek je schouders op of doe je je mond open of beweeg je je heupen heen en weer. Misschien wil je jezelf aanraken of je haar strijken of je vuisten ballen en dan weer loslaten. Kijk maar wat lekker en goed voelt voor jou terwijl je in contact blijft met dat verlangen en hoe dat aanvoelt in je lichaam. Dit doe je niet om een bepaalde staat te bereiken, dat doe je omdat het goed voelt. Dus geniet er gewoon van. Het zou heel goed kunnen dat je op een gegeven moment voelt dat het een beetje stokt. Dat je denkt, ja, meer hoeft niet of nu is het wel goed zo. En dan wil ik je uitnodigen om daar ook doorheen te bewegen. Dus nog een klein beetje dat te stretchen. Dus stel dat het over geld gaat, dat je gewoon er nog meer aan toevoegt. Dat je het daadwerkelijk op je bankrekening ziet verschijnen. Of als het gaat over genot in je lichaam, dat je gewoon nog meer toestaat. Soms hebben we de neiging om te denken, genoeg is genoeg of zo is het wel goed. Terwijl in deze meditatie ik je wil uitnodigen om te zeggen, meer, meer, meer. En dan vooral dat gevoel in je lichaam meer ruimte te geven en meer te voelen. Terwijl je blijft denken aan die heerlijke verlangens die je nu in jezelf ziet, voelt, hebt. Adem door, zet niks vast. Ontspan, niks forceren. Doe er nog een laatste schepje bovenop. Dus kijk of je door misschien weerstand of overtuigingen doorheen kan bewegen. En nog iets meer kan zien, nog iets meer kan toelaten. Of gewoon lekker genieten van wat er nu in je lichaam voelbaar is. Dan gaan we de laatste minuut van deze meditatie nu in. Het kan heel goed zijn dat je ook emotie voelt. Misschien dat er tranen komen. En wees je ervan bewust, dit is iets wat bij verlangen hoort. Het heeft lading en het neemt ook blokkades weg, waardoor energie en emoties meer kunnen doorstromen. En kijk of je dat toe kan laten. Alles is helemaal goed. Adem dan lekker diep in en uit, terwijl je even goed navoelt wat het heeft gedaan, hoe je nu voelt. Laat het allemaal weer lekker helemaal los.
En dan kun je op je eigen tempo ook rustig je ogen weer openen en je oriënteren op de plek waar je nu zit of ligt. Goed voelen hoe je lichaam wordt ondersteund door de ondergrond, hoe je voeten op de grond staan of hoe je billen op de grond of op de stoel zitten. Nog even een paar keer lekker diep in en uitademen, uit door je mond, zodat je alles helemaal los kan laten. En dan was dit de meditatie van vandaag. Dit is een meditatie die heel veel los kan maken, kan trillen in je lichaam, in je systeem. Ik gun je dat je dit verlangen koestert en blijft voelen en aandacht blijft geven. Niet om precies dit verlangen misschien te vervullen, want dat hoeft helemaal niet, maar om die levensenergie te bevrijden die daarbij hoort. En je zal zien dat wat je vervolgens gaat doen, of waar je aandacht op richt, of de energie die je uitstraalt, dat die dingen kunnen veranderen juist door dit proces. Nogmaals, betekent niet dat je nu stappen moet bedenken om het te gaan realiseren. Betekent dat je deze energie van overvloed en verlangen mee kan nemen in je leven en kan zien wat de impact daarvan gaat zijn. Don't overthink this, dus ga daar niet te veel over nadenken. Kijk gewoon wat het doet en vooral voel hoe je nu voelt en wat dat doet voor je energie en je motivatie om het mooiste uit je dag te halen. Ik wil je bedanken voor het meedoen aan deze meditatie. Wil je me helpen om meer mensen te bereiken, dan waardeer ik een review op de Apple Podcast app enorm. En als je meer wil weten over de kracht van verlangen en over het voelen van die diepe gevoelens, volg me dan op Instagram. Daar post ik regelmatig over deze thema's. Ik zie je heel graag daar. Ik ben daar dolly.nl. Oké, dat is het voor nu. Ik zie je heel graag bij een volgende meditatie in de Magische Momenten podcast.